Dus ik krijg dan alle samples. Dus ik heb inderdaad dagenlang zo op bed gelegen. Ik heb wel eens psychedelica gebruikt. Ja. Oké, en wat moet ik daaronder verstaan? Truffels, LSD gedaan, 2CB en een keer hebben we DMT gerookt. Ja, ik wel. Ja, wat is dat? Paro's of truffels. Weet je wel, waar je, als je dat neemt, zeg maar, ga je een beetje trippen. Oh. Ik dacht dat je alleen blode. Nee, ik heb wel eens een tripje genomen, ja. Echt? Echt. Wat dan? Want ik had toen op een gegeven moment 25 gulden gebruikt ik om stoned te worden de hele dag. En ik had toen maar een tientje. En die LSD, hij zei dat 7,5 gulden. En dan ben je 24 uur onder de pannen. Je hebt het gewoon uit nood gekocht. Nee, uit bezuiniging. Wanneer heb je voor het eerst getript? En dan hebben ze het niet over vakantie. Toen was ik 16, denk ik. Dat was truffels was dat dan. Ja, oké. Okay. Ik denk dat ik een jaar of 17, 18 was of zo. Was ook weer met dezelfde vriendin waar ik ook veel mee blode. Op mijn 18e toen ging ik voor het eerst naar de technofeesten toe. Ja. En ja, toen ging er wel een gehele wereld voor me open. Dat vind ik op zich nog meevallen qua leeftijd. Toch? Ja. Ja, met mijn vriend. Want hij zei van, oh Leon, dat is leuk, dat kunnen we samen doen, dan gaan we knuffelen en blablabla. Was ook uiteindelijk best wel leuk. En ja, wij probeerden dan allerlei rare dingen ook te doen. Bijvoorbeeld melk laten lopen in het water dan. En dan ging dat cirkelen zo. Ja. Weet je, zulke soort dingen. Ja, dat is natuurlijk wel super interessant om naar te kijken. Ja, ja, ja. Nou, als je psychedelica leuk noemt, dan heb je nog nooit getript. Het was voor de keer dat ik het heb gedaan fantastisch. Mm-hmm. Echt geweldig. Maar ik zou het nu nooit meer doen. Nee. Bij diezelfde jongen waar ik mee in aanraking kwam met ecstasy, die had het allemaal liggen. En later raakte ik bevriend met twee zeg maar Europese dealers. En was ik zeg maar een proefkonijn. Dus ik kreeg dan alle samples en dan gingen ze zeggen van ah, is dit te sterk, is dit goed. Dus ik heb inderdaad dagenlang zo op bed gelegen toen ik een jaar of 18 was. Zou je het wel eens willen proberen? Ja, dat denk ik dus wel. Ja? Ja. Oh. Doe het niet echt. Daar begin ik niet aan. Niet aan deze kant. Nou, ik zou wel eerst heel goed de gebruiksaanwijzing en voorlichting en allerlei voorbeelden. En gewoon ook zo op een veilige plek. Nee? Zo? Nee. Nee. Nee, ik denk het niet. Toen ik een kies heb laten trekken en ik heb iets meegekregen waardoor ik een soort hallucinatie heb gekregen. Dus ik denk dat ik dan misschien daarin blijf en dat lijkt me gewoon niet handig. Ik denk dat ik het echt wel goed zou doen, zeg maar. Denk je? Ja. Het is best wel, ja, misschien ga je bullshit vinden wat ik nu tegen je zeg, maar het is best wel geestverruimend. Hoe voelt hallucineren voor jou? Het is heel lastig uit te leggen. Het is echt iets als je moet je echt gedaan hebben. Dus niet net als bij alcohol? Meemaken, nee. Zeker, nee. Alcohol heb je helemaal geen gekke visuals. Je ziet misschien een beetje wazig of je krijgt tunnelvisie, weet je wel. Ja, alles lijkt heel organisch te worden. Ja. Ook bijvoorbeeld als je naar een tafel kijkt, het lijkt nog net niet alsof je alle atomen gewoon ziet bewegen daarvan. Ik vind dit iets geweldigs, omdat het namelijk lijkt alsof er iets is buiten jouw normale gezichtsvermogen of bestaansidee. Op een gegeven moment, als je er zeg maar al in zit, dan is het wel chill. Dan voel je gewoon op je gemak en het is gewoon chill en alles is mooi. Alles krijgt mooie kleurtjes en zo. Ja. En dat appelleert weer aan het idee dat er andere wezens zouden zijn. Dan wel God, dan wel engelen, dan wel demons, dan wel daar. Al dat soort dingen, aliens of whatever. Dus dat vind ik uitermate interessant. Nou, als het leuk is, is het geweldig. Ja. En als je zeg maar in een vertrouwde omgeving bent en je zit goed in je vel, dan is dat super fijn. Ja. Maar hallucineren kan ook doodeng zijn. Ja, dat is dus een beetje een ding waar ik dan bang voor ben. Ah, kijk.
Nu komen we er. Heb je ooit wel eens een bad trip gehad? Zo, van psychedelische drugs, ja. Nee, niet zozeer. Ja, die vriendin die toen ook truffels deed, die had toen wel een bad trip. Ja. Daar werd ik wel een beetje in meegenomen. Maar ik had het zo leuk met die andere vriendin dat het eigenlijk niet echt, dat het me niet veel heeft beïnvloed. Dat was zeg maar wel echt faya, want... Hoe moet ik dat zien? Nee, ik vind bad trips, ze zit allemaal hier. Het is allemaal mentaal, zeg maar. Als jij denkt dat je bad gaat, dan ga je ook bad. Kijk, wat het ding dus is, je hebt zeg maar, je hebt een schaal. Ja. En op die schaal berekenen ze zeg maar hoe sterk die shit is. Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld bepaalde truffels die scoren dan 3 sterren. Bepaalde scoren 5, dat zijn dan de wat heftigere. Ik was al 1 keer bijna bed gaan. Mm-hmm. Maar toen dacht ik van, nah, this ain't you. En ik was dus een keer samen met een vriendin. Toen zeiden ze van, ja, we hebben nieuwe, nou, deze moet je echt uitproberen, bla bla. Mm-hmm. Maar het ging dus over de schaal heen. Want het had dus een score van 6. Ik voelde al gewoon aan mezelf, ik zie ineens de muren vloeibaar worden en zo. En ik denk bij mezelf, oh, yo, volgens mij gaat het echt een zware trip worden, man. Dus ik zeg tegen haar van, hey, we moeten elkaar wel backen. En zij zegt tegen mij van, ja, nee, je hebt gelijk. Hey, Mattie, niet aanraken, man. Maar er was dus niemand. En toen dacht ik echt van, zo, deze avond gaat echt fire worden. Oké, dan hebben jullie 20 seconden tijd om zoveel mogelijk synoniemen te roepen, schreeuwen en bedenken voor het woord seks. 3, 2, 1, start. Flotsen, kaatsen, vrijen, neuken, entanglement, vibrator. Ja. Van bil gaan. Ik was hier met de mooiste mama van Nederland. Leuk dat je hebt gekeken. Like en abonneer op deze video. Hey, en dan komt het helemaal goed. Tot de volgende keer.